Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer heel veel nieuwe make-up testen. En met heel veel bedoel ik echt heel veel. Ik heb hier echt genoeg make-up voor echt een full face make-up. Ik heb ook nieuwe make-up tools. Een aantal van deze make-up producten zijn ook echt overhyped. En wil ik dus echt heel graag gaan proberen. Om te zien of ze het echt waard zijn of niet. En ik denk dat jullie dat ook heel graag willen weten. Sommige producten liggen hier ook al een tijdje. Dus ik ben er echt super benieuwd naar. Oh my god. Een aantal producten heb ik ontvangen in PR. En een aantal heb ik gewoon zelf gekocht. Zoals altijd vertel ik dat er altijd bij. En een aantal producten zijn betaalbaar en een aantal duur. Dus het is vandaag echt een mix van echt van alles. Ik ga de intro niet te lang maken, want dit soort video's kosten altijd heel veel tijd. Dus pak er alvast iets lekkers bij. Iets te eten, iets te drinken. Vergeet niet ook alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we gewoon snel beginnen met deze video. Oeh, ik ben echt enthousiast. Ik vind het altijd super leuk om nieuwe make-up te testen. Dit hele bakje zit helemaal vol met alle make-up. Oh my god. Ik ga denk ik vandaag beginnen met de ogen. Voor de ogen heb ik dit oogschaduw paletje ontvangen van Makeup Studio. Die heb ik dus ontvangen in PR. Ik heb hem wel zelf gekozen. Dit is het Green Forest paletje. Het is een groen paletje. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Zoals je kunt zien zijn dus 4 kleurtjes. En dit is dan de inhoud. Het zijn dus 4 groenachtige kleurtjes. Het zijn matte en glanzende kleuren. Ik vind het wel echt een groot paletje voor slechts 4 kleuren. Ze hadden dit paletje echt wel kleiner kunnen maken. Maar ze zijn wel lekker groot. Dus je krijgt wel echt veel product. Het lijkt een beetje alsof er in elke kleur wel een heel klein beetje glans zit. Alleen die het meeste glans heeft is zeker deze lichte kleur hier. Dus hiermee wil ik een lookje maken. En ook heb ik deze Sleek Loose Pigment. Dit is dus een losse pigment oogschaduw. Deze heb ik gewoon gekocht bij Douglas. En deze leek me echt super mooi. Kijk hoe mooi groene holographic die is. Dit is in de kleur Tripping. Dus deze wil ik ook gaan gebruiken. Deze lijkt me echt zo ontzettend mooi. Jullie weten, ik hou van glans en aparte dingen en zo. En daarom heb ik deze erbij besteld. Dus ik ga deze twee vandaag met elkaar mixen. En dan gewoon een hele mooie groenachtige look maken. Groen staat altijd heel erg mooi met mijn kleur ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met deze P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Dan ga ik hier ook een stukje plakband plakken, want ik wil zo een rechte lijn creëren. Ik ga beginnen met deze donkerste groene kleur hier. Deze kleur ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Zoeva nummer 227. Volgens mij zit hier een heel klein beetje glans doorheen, maar ik denk niet echt heel veel. Dan ga ik die hier zo aanbrengen in de hoek. Ik heb ook, by the way, een kortingscode voor Makeup Studio. Die staat beneden in de beschrijving. Die is altijd geldig en ook gewoon geldig op hun hele website. Dan pak ik deze lichtgroene matte kleur. Dit is volgens mij de enige matte kleur in het hele paletje. En met die kleur ga ik deze kleur een beetje uitblenden. En ook een beetje aanbrengen in mijn hele crease, arcadeboog. En dan pak ik weer een beetje van die donkere groene kleur. En dan breng ik die weer opnieuw aan om het weer een beetje terug te brengen en iets donkerder te maken. Ik had gewild dat deze groene kleur iets donkerder was geweest. Maar ja, whatever. Dan ga ik nou een halve cut crease maken met concealer. Dan pak ik deze fel groene kleur. En die kleur breng ik aan over de hele cut crease. En dan breng ik weer een beetje van die donkergroene kleur aan om het te blenden met die felgroene kleur. En dan kan de plakband eraf. Dit wordt weer satisfying. Kijk al die fallout die onder plakband heen zit. Nou, godzijdank ben ik begonnen met mijn ogen en niet mijn gezicht. Want kijk al deze fallout. Oké, dan wil ik ook nog ingaan met deze pigment. Ik denk dat ik die een beetje zo hier wil aanbrengen. Op de overgang van deze twee kleuren. Dat ik daar zo een beetje pigment aanbreng. Laten we kijken wat er dan gebeurt. Het is een losse pigment, dus je moet het wel aanbrengen met een beetje lijm. Oh, kijk. Hij heeft echt zo'n dop. Zie je dat? Dat is handig. Ik gebruik een heel klein kwastje van Zoeva nummer 237. Dan breng ik een klein beetje lijm zo hier aan. Ik gebruik lijm van BH Cosmetics. En dan pak ik een beetje van het pigment. Dan breng ik die een beetje zo hier aan. Ik weet helemaal niet of dit mooi gaat worden, but we'll see. Wel, ik vind het mooi. Het geeft een beetje weer iets aparts aan de look. En als je je gezicht zo beweegt, wordt het een beetje zo paarsig en dan weer zo groenig. Het is echt helemaal zo holographic-achtig. Ik vind het echt prachtig. Dit zou ook echt mooi zijn over je hele ooglid zo. Heel mooi. Het is echt een beetje paarsgroenig. Kijk, het geeft toch weer een beetje iets extra's aan de look. Hier is hij nou wel en hier niet. Zie je het verschil? Hier is het nou een beetje saai. En hier heb je toch weer ja, een soort van pop. Nou mensen, ik vind het heel erg leuk. Ik heb het nou bij allebei de kanten gedaan. Het geeft toch weer iets extra's. I love it. Oké, dan is het voor nu eventjes klaar met de oogschaduw. Ik ga beginnen aan de wimpers. Ik ga mascara aanbrengen. En ik heb echt een overhyped mascara. En dat is de Maybelline Sky High Mascara. Deze is echt overhyped. Ik heb hem overal gezien, vooral op TikTok. Die heeft echt bekendgemaakt, de lash.
Sensational Sky High Mascara. Deze schijnt je wimpers echt super, super lang te maken. Deze heb ik gewoon gekocht, maar even later heb ik hem ook ontvangen in PR van de Kruidvat. Dus nu heb ik er twee. Maar ik ga die ik heb ontvangen in PR van hun in de winactie doen die eraan komt. Dus dan kun je deze winnen. Maar deze heb ik gewoon gekocht. Ik had hem echt net iets te vroeg gekocht. Ik heb wel mijn wimpers gelift. Dus mijn wimpers staan al best wel omhoog. Maar we gaan hem toch gewoon aanbrengen om te zien of je ze extra mooi maakt. Ik vind de verpakking wel heel mooi. Dit is de borstel. Het lijkt een beetje op de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Ik ben echt in shock. Kijk even hoe lang mijn wimpers zijn. Dat ze zo omhoog staan, dat komt door de wimperlift. Dat komt niet per se door deze mascara. Maar deze lengte heb ik normaal echt niet. Ik heb ook gewoon gisteren twee mascara's opgedaan voor een andere video. Moest ik er twee testen. En toen waren mijn wimpers echt niet zo lang. Hij heeft ze echt lang gemaakt. Ik ben echt een beetje in shock. Want ik heb echt super korte wimpers. Ik weet niet waar deze lengte vandaan komt. Ik denk echt dat hij echt de hype waard is. Ze zijn echt super lang voor mijn doen. Voor mij is dit echt heel erg lang voor mijn wimpers. Ik ben echt een beetje in shock. I love it. Dit is echt een goede mascara. Deze moet je echt kopen. Oké, dit was het dan voor de ogen. Ik heb voor de rest niks nieuws. Ik ben aan het twijfelen of ik nep wimpers ga opdoen of niet. Het is nou een beetje lastig om nep wimpers op te plakken sinds mijn wimperlift. Want ze zijn zo extreem gelift dat ze heel de tijd zo in de weg zitten. Ik denk dat ik toch wel gewoon ga proberen om nep wimpers aan te brengen. Ik ga deze aanbrengen van Queen Tarsi in de stijl Ariana. En dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Met heel veel moeite heb ik mijn nep wimpers kunnen opplakken. Mijn echte wimpers drukken nou de neppe wimpers heel de tijd zo omhoog. En dan willen ze niet goed plakken aan mijn huid. Maar op zich, het is gelukt. Ze zitten er gewoon op. En it's all good. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik heb hier nieuw van NYX Cosmetics hun Bright Maker Face Primer. Dit is dus een gezichtsprimer die je gezicht moet laten stralen. Ik ben altijd op zoek naar producten die mijn huid laten stralen. Want ik heb een vrij doffe huid. Er zit papaya op. En er staat dat je hem alleen kunt gebruiken of gewoon onder foundation. Ik ga hem dus onder foundation gebruiken. Oeh, hij is zo een beetje zo oranjeachtig. Hij ruikt echt naar papaya. Oh, hij ruikt echt naar fruit. Wat leuk. Ik hou altijd van zo'n leuke geur. Ja, het geeft zeker een glow. Het lijkt zelfs gewoon een beetje op een liquid highlighter. Zie je dit, jongens? Wauw, dit is zeker een bright maker. Ik had meer verwacht op een andere manier. Op een meer subtiele manier. Maar dit is echt gewoon glow. Maar ik vind het mooi. I like it. Ik hou daar wel van. Hij voelt ook een beetje dun aan. Hij voelt niet zo dikkig op je huid. Dat is helemaal top. En hij plakt een beetje. Dus dan blijft de make-up goed erop plakken. Dit voelt best wel fijn aan. En die geur is echt amazing. Dan foundation. Hier is een foundation die niet echt overhyped is. Maar ik vind het raar. Want ik snap niet waarom ik hem niet overal heb gezien. En dat is deze foundation van Maybelline. De Superstay 30 Hour Foundation. Ik denk dat we allemaal de originele 24 Hour Foundation van hun kennen. Deze was echt zwaar overhyped. En ook echt gewoon de hype waard. Dit is echt een super fijne foundation die echt heel lang goed blijft zitten. Maar ze zijn dus helemaal stiekem uitgekomen met een 30 uur foundation versie. En deze had ik gewoon random gezien in een video. En ik dacht echt, huh, waarom heb ik die niet overal gezien? Dus toen heb ik hem besteld. Ik heb hem ook besteld op een website waar ik normaal niet bestel. En ik ga hem vandaag gewoon proberen. Ik ga ook een full day wear test doen wat inhoudt dat ik de make-up de hele dag ophoud. En dan kom ik aan het einde van de dag terug om te kijken hoe het nog erop zit. Maar deze foundation zou dus 30 uur lang op je gezicht moeten blijven zitten. Ik weet niet waarom je dat überhaupt zou willen. Ik weet niet in welke omstandigheden je zou moeten leven. Dat je 30 uur je foundation op zou moeten hebben. Na maximaal 12 uur ben ik er wel altijd wel klaar mee. Maar ik ga hem gewoon zo lang als ik kan ophouden. Het is nu 10:30 in de ochtend. Dus ik heb nog de hele dag te gaan. Ik heb de kleur 36 Warm Sun. En ik denk dat dat echt een perfecte mix is. Dus ik hoop gewoon dat hij op zijn minst net zo goed is als die andere. Of misschien zelfs beter. Ook nieuw heb ik deze beauty spons van Eco Tools. Dus deze wil ik ook gaan proberen. Ik heb nog nooit iets gehad van Eco Tools. Ik ken het merk wel, maar ja, ik heb gewoon nog nooit iets gehad van hun. Deze heb ik ook gewoon gekocht bij Douglas. Er staat dat deze spons voor 70% is gemaakt met plant-based materials. Hij ziet er op zich wel goed uit. Hij is groen, dus hij matcht met de hele vibe van vandaag. Ik ga hem even nat maken. Ik ben weer terug. Hij is echt een stukje gegroeid. Het is een hele aparte shape. Hij is zo schuin afgesneden, maar hier is hij meer afgesneden naar beneden. En hier iets minder. Hij voelt gewoon zacht aan. Net voelde hij een beetje hard aan, dus ik was een beetje bang. Maar nu ik hem nat heb gemaakt, voelt hij op zich wel gewoon fijn aan. Dus deze ga ik gebruiken. Deze shape is echt ideaal. Kijk, ik kan nou ook zo perfect langs mijn oogschaduw heen zo. Amazing.
Nou, de spons is in ieder geval echt fijn. I like it. Deze foundation is ook echt super mooi. Hij heeft een volledige dekking. Hij droogt al mat op. Hij lijkt echt heel veel op die andere. Ik zie niet echt heel veel verschil met die andere. Ik zou misschien zeggen dat hij misschien een tikkietje matter is. Maar voor de rest... Wat gebeurt hier buiten allemaal? Maar voor de rest is hij gewoon echt amazing. De kleur matcht echt perfect voor mij. Daar ben ik heel blij mee, want dat was weer gewoon een online gok. Dus ja, het ziet er gewoon helemaal goed uit. Ik heb ook wel echt het gevoel dat hij lang blijft zitten. Dus ja, dit ziet er echt helemaal top uit. Ik moet zeggen dat het tot nu toe vandaag echt goed gaat, jongens. Ik ben daar blij mee. Dan is het tijd voor concealer. Ik heb van Messauda hun nieuwe concealer gekregen. En ik heb echt elke kleur gekregen die ze hebben. Dit is de Pro Light Concealer van hun. En ik heb echt letterlijk elke kleur gehad, jongens. Elke kleur die ze verkopen... Heb ik gehad in PR. Dus ik ga misschien ook de donkere kleuren gebruiken om mee te cream contouren. Ik weet nog helemaal niet welke kleur zou matchen met mijn huidskleur. Misschien had ik dat van tevoren even kunnen bekijken. Maar zo ben ik niet. Ik doe het pas wanneer ik midden in de video zit. Ik denk dat dit de twee kleuren gaan worden. Als de echte concealer kleur gebruik ik N40. En als contourkleur gebruik ik C95. Dit merk is gewoon te koop bij Douglas. Er staat bij dat hij je gezicht hydrateert en een vullende kracht heeft. Er staat bij dat hij dieproefvrij is en vegan. Er zitten geen parabenen en vloeibare paraffine in. Oké, nou laten we het gewoon gaan proberen. Ik ga beginnen met contouren, want dat doe ik zo altijd. Ja, dit is echt de perfecte cream contour kleur voor mij. Dat heb ik weer goed gegokt. Een tip als je cream contour aanbrengt bij je wangen, breng het iets hoger aan. Want als je gaat blenden, blend toch alles weer een beetje omlaag uit. En dan als je het al laag hebt aangebracht, dan zit je contour gewoon in je nek. Dus breng hem iets hoger aan, want dan gaat hij een beetje omlaag als je blendt. En dan is hij perfect. Oeh, ik moet wel zeggen dat hij best wel snel opdroogt. Dus je moet een beetje snel werken. Oké, nou dat ging toppie. Hij blendde gewoon goed uit en zo, maar hij droogt wel snel op. Nu ga ik hem gewoon echt als concealer gebruiken. Fantastisch, jongens. Het gaat vandaag zo goed. Deze concealer heeft echt een volledige dekking. Het heeft een beetje een matte, naturel finish. Het zit super mooi op de huid. Ik vind het heel mooi. Het blendt ook heel mooi nou in met de contour, omdat het gewoon allemaal één product is. Ik ben zo blij dat het vandaag zo goed gaat, want ik moet de make-up nog de hele dag ophouden. Dan ga ik verder met een cream blush. Jullie weten, ik hou van cream blushes, maar ik kan maar gewoon geen goede betaalbare vinden. Dus misschien vandaag wel. Ik heb hier de nieuwe Elf Cream Blush. Ik heb de kleur Tahiti, een beetje een donkere kleur. Dus deze ga ik vandaag proberen. Ik hou van cream blushes. Maar ja, ik heb gewoon tot nu toe nog geen enkele goede betaalbare gevonden. Dus ik hoop dat deze goed gaat zijn. Dit is echt een nieuw product van hun. En dit hoort bij hun Party Line. En dit is dan de kleur. Ik hoop niet dat hij te donker gaat zijn voor mij. Maar ja, dat komt wel goed, denk ik. Ik pak gewoon zo een beetje met mijn kwast. Dit is wel echt een heel klein potje. Kijk, mijn kwast is gewoon groter dan het potje. Maar goed, whatever. Hij pakt niet echt veel op. Het potje is zo klein. Door mijn acrylnagel kan ik er ook gewoon bijna niet eens in met mijn vinger. Dit is echt zo'n gedoe. Ik moet echt zo mijn kwast kleiner maken en er echt heel erg veel in gaan. Want hij is ook niet heel creamy, dus het geeft niet heel veel af. Van cream contour breng ik altijd best wel veel aan, omdat er nog allemaal poeder op gaat en zo. En dan wordt het automatisch minder. Ik moet denk ik zeggen dat dit vandaag het eerste product is waar ik niet heel enthousiast over ben. Ik vind sowieso het potje niet fijn. Het is helemaal zo klein en onhandig om te gebruiken. Maar ik vind de formule van de blush ook niet zo fijn. Het is een best wel harde formule. Hij is helemaal niet zo creamy als dat ik normaal gewend ben. Dus dat vind ik niet zo fijn. De kleur is wel mooi. Het brengt helemaal niet zo donker aan. Dus ik vind de kleur wel heel mooi. Maar ja, ik denk dat ik echt nog steeds geen goede betaalbare cream blush heb gevonden, eerlijk gezegd. Dan is het tijd voor een nieuwe losse poeder. Ik heb hier van Bare Minerals hun losse poeder. Mineral Veil losse poeder. Ik heb nog nooit iets gehad van Bare Minerals. Het is een best wel duur merk. En er wordt er altijd heel veel over gesproken. Ik ken het merk ook gewoon. Alleen ik heb gewoon nog nooit iets ervan gebruikt. Dus ik ben benieuwd naar deze poeder. Oh wat cute. Er zit ook echt zo'n boekje bij. Ik ga stuk. Dit is dan hoe het eruit ziet van de binnenkant. Hoe moet dit? Ik snap gewoon niet eens hoe dit moet. Ik trek aan dit dingetje, aan dit lusje, maar er gebeurt niks. Approximately 10 hours later. Oké, je kunt hem zo open en dicht draaien. Dat is wel fijn. Het is echt een hele lichte roze kleur. Ik hoop niet dat hij te roze gaat zijn voor mijn huidskleur. Wow, dit is echt een hele dunne poeder. Kijk, ik breng echt superveel aan en het wordt gewoon bijna niet eens wit. Het blendt gewoon... helemaal weg. Wow, kijk, het is gewoon alsof ik niks aanbreng. Ik ga stuk. Wat apart.
Het is zo dun, ik denk dat ik het gewoon een beetje overal aanbreng. Wow, dit was echt heel apart. Het heeft mijn gezicht wel helemaal mat gemaakt, maar het is echt gewoon alsof er niks op mijn gezicht zit. Ik denk dat dit ook echt ideaal is voor mensen met een iets oudere huid, omdat het zo licht ligt op de huid, zeg maar. Wow, mijn gezicht voelt ook heel zacht aan. Wow. Alsof het gewoon niks doet, maar wel toch iets doet. Snap je wat ik bedoel? Super apart dit. But I'm here for it. Ik vind het wel mooi, denk ik. Oké. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met dit Revolution paletje, deze kleur. Er is nou wel hier iets raars aan de hand op mijn wang. Het is alsof de blush er hier af aan het gaan is. Dat gebeurde nadat ik de poeder had aangebracht. Ik weet niet of het aan de poeder ligt of aan de blush. Kijk, zie je wat ik bedoel? Er zijn hier zo van die rare vlekken ineens. Dat is wel echt heel raar. Hier is het ook, maar wel iets minder. Het is hier het extreemst. Wat raar. Dit is wel echt heel raar. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik breng gewoon een beetje van die blush aan. Ik heb niet meer van die blush gepakt. Gewoon met wat er nog een beetje op die kwast zit. Maar gewoon een beetje zo aanbrengen of zo. Ik ga eventjes snel mijn ogen afmaken. Ik doe dit groen oogpotloodje van NYX Cosmetics in mijn onderste waterlijn. Dit is de kleur Emerald Cut. En dan ga ik een beetje gewoon alle groene kleuren met elkaar mixen en aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik ook nog deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En dan weer deze fantastische mascara voor de onderste wimpers. Nou, voor de onderste wimpers is hij ook echt fantastisch. Ik heb zo niks slechts aan te merken op deze mascara. Hij is helemaal amazing. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb hier de Bronzilla bronzer van The Balm. Deze is echt gewoon helemaal nieuw voor mij. Er staat dat je ermee kunt bronzen, contouren of kunt aanbrengen als oogschaduw. Er was ook echt maar één kleur, dus super apart. Ik hoop gewoon dat hij gaat werken voor mij. Je hoort niet echt meer iets van dit merk, hè, jongens. Vroeger was The Balm echt wel gewoon een bekend merk en zo, maar je hoort er bijna niks meer van. Dit is dan de kleur. Het ziet er best wel goed uit. Het is gewoon een matte bruine bronzen kleur. Er staat ook op green a packaging. Deze verpakking is gewoon te recyclen. Dat is ook weer ideaal voor het milieu. Dus daar hebben ze helemaal zo aan gedacht. Ik ga even hiermee mijn gezicht bronzen. Oké, de bronzer is op zich best wel mooi. Het is wel een subtiele bronzer. Het is niet super heftig, maar dat is gewoon mooi. Dat vind ik wel gewoon mooi. I like it. De kleur matcht ook gewoon met mij. Ik denk dat dit echt zo'n kleur is die matcht met echt heel veel huidskleuren. Net als de Benefit Hoola bronzer. Dus ja, ik vind hem op zich wel fijn. Ik moet wel eventjes zeggen, jongens, deze bende hier op mijn wangen. Ik weet niet echt. Ja, ik moet het echt eventjes op gaan lossen. Ik was niet echt van plan om nog een andere blush aan te brengen of zo. Die 11 blush zou gewoon de blush zijn van vandaag. Maar omdat het echt zo'n bende is, ga ik toch eventjes in met deze blush van Kylie Cosmetics in de kleur We're Going Shopping. Dit is echt mijn go-to blush. Deze gebruik ik echt altijd. Helaas is ze hier niet te koop. Dat is wel jammer. Ik ga even deze blush gebruiken om het hier een beetje te redden, want dit ziet er echt niet uit. Oh jongens, die vlek wil echt niet weggaan. Wat een gezeik. Dan pak ik weer even een beetje van deze poeder. En dan ga ik het even hier een beetje opruimen. Ik laat de poeder gewoon eventjes zo zitten. Dan ga ik in met highlighter. Ik heb hier deze nieuwe highlighter van Anastasia Beverly Hills. Deze heb ik gewoon gekocht. Super duur, 30 euro. Maar ik dacht, ik ga hem toch gewoon halen, want hij ziet er zo mooi uit. Iced Out Highlighter. Kijk even hoe mooi die eruit ziet. Hij lijkt wit, maar hij is niet wit. Hij is goud. Dit ziet er echt prachtig uit. Hij lijkt dus wit. Toen ik hem zag voor het eerst, ik dacht echt, hell no. Ik ga geen witte highlighter aanbrengen op mijn huidskleur. Dat staat echt niet. Maar hij is dus goud. Als je hem aanbrengt, brengt hij zo goud aan. Je kunt het ook een beetje zien in het echt, meer dan op beeld, maar hij is dus zo goud. Zie je dit? Hij brengt dus echt zo goud aan. Dus dat is echt top. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb hoge verwachtingen. Ik heb ook een hoge prijs betaald, dus ik hoop gewoon dat hij heel mooi gaat zijn. De kwast die ik gebruik is van Morphe R36. Deze verpakking is echt zo mooi. I love it. Ook zo'n mooie grote spiegel. Ja, hij is mooi. Hij is echt zo mooi goud. Hij is niet heel heftig. Het is niet echt zo'n blinding highlighter. Maar als je gewoon een aantal keer aanbrengt, dan wordt hij wel echt heftiger. Ja, is hij echt de 30 euro waard. Zo fantastisch vind ik hem ook weer niet. Maar hij is wel mooi. Hij matcht gewoon goed met mijn huidskleur. Het is gewoon een mooie gouden glow. En dat vind ik wel mooi. Dus deze zou ik zeker wel
vaker gebruiken. Ook een beetje zo hier aanbrengen. Goud staat altijd heel erg mooi met mijn huidskleur, dus dat is top. Voor de lippen heb ik nog iets nieuws, ook van Anastasia Beverly Hills. Ook dit heb ik zelf gekocht. Dit is de lipsteen. Ik moet zeggen dat ik niet helemaal door had dat het een lipsteen is. Ik dacht gewoon dat het een lipstick was. Maar toen ik hem binnenkreeg en zag staan lipsteen, toen pas wist ik het. Dit is dan hoe hij eruit ziet. Ik heb de kleur Rosewood. Is een mooie, beetje roze nude kleur. Ik ben benieuwd, jongens. Voor de mensen die niet weten wat een lipsteen is. Een lipsteen is een beetje een lipstick afdruk. Het is altijd super dun en het trekt helemaal in je lippen. Het is een beetje zo waterig en het laat gewoon een soort van vlek achter op je lippen in plaats echt een echte lipstick. Dit is hoe het eruit ziet, de applicator. Oeh, hij lijkt heel donker, maar dat is vaak met lipsteens. Ja, hij is zo super dun. Oké, het eerste wat me gelijk opvalt is dat het niet matcht met de kleur van de verpakking. Kijk even dit. Ik verwachtte echt zo'n lichte nude kleur. Dit is wel een soort van nude kleur, maar het is toch donkerder. Het is best wel heftig, maar ik vind het nog wel een mooie kleur. Maar let wel op dat als je deze kleur neemt, het niet de kleur wordt van de verpakking. Het wordt echt een stukje donkerder. Lipsteens zijn altijd heel fijn omdat ze niet afgeven. Vooral nou met maskers dragen en zo is een lipsteen echt ideaal. En die blijven ook meestal de hele dag gewoon goed zitten. Dus ik ben benieuwd hoe dit vandaag de hele dag blijft zitten. Godzijdank matcht het toch nog wel een klein beetje met de ooglook, omdat het toch nog wel semi-nude is. Ook is hij helemaal niet patchy of vlekkerig. Een heleboel lipsteens brengen een beetje vlekkerig aan en zo. En dat doet deze niet. Dus voor een lipsteen, het is zeker de prijs waard. Het is echt wel een goede lipsteen. Ik merk wel dat ik nou een iets meer luxere lipsteen heb aangebracht. Want ik heb ook vaak betaalbare aangebracht. En ja, je ziet het dan helemaal zo vlekkerig worden en zo. Dus ja, I like it. Het is echt een goed product. Het plakt ook helemaal niet. Dan als laatste heb ik ook nog een fixing spray. Ik heb deze Hydrating Fixing Spray van Morphe. Dit is de Luminous Setting Spray, dus deze geeft zo'n glans aan je gezicht. Dit is dan hoe die eruit ziet, gewoon helemaal zo wittig. Oeh, het ruikt heerlijk. Hij is ook heel soft. Je voelt hem bijna niet eens vallen op je gezicht. Het valt heel zacht zo op je gezicht. Het heeft wel echt een parfumgeur. Ik weet dat niet iedereen daarvan houdt, maar mij maakt het niet uit. Er staat op dat er kokosnootwater in zit, glycerin en apple extract. En dat het je een glowy finish geeft. Nou, ik vind hem echt super fijn. Die geur had wel iets minder gekund, maar het is nog te handelen naar mijn mening. Nou, dat was het dan. Dat waren alle producten voor vandaag. Nou jongens, het ging vandaag echt best wel goed. Klik vooral nog niet weg, want ik ga ook nog de full day wear test doen. Dus ik kom ook nog eens straks bij jullie terug om te zien hoe alles er op het einde van de dag nog uitziet. Maar het ziet er allemaal best wel mooi uit. Ik ben best wel gewoon blij met deze make-up look. Ik zal even snel nog vertellen wat ik nou van alles vind. Deze spons vind ik best wel fijn. Ik vond hem niet heel erg fijn met het uitblenden van concealer. Maar voor de rest is hij echt top. Ik raad hem zeker aan. Hij is gewoon lekker zacht en alles. Deze fixing spray vind ik ook heel erg fijn. Hij is echt helemaal niet agressief en valt heel zacht op de huid en het geeft je een hele subtiele glow. Deze highlighter van Anastasia Beverly Hills. Hij is zeker mooi. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik vind hem alleen niet de prijs waard. €30 verwacht ik echt wauw. En dat is niet echt wat ik kreeg. Wat ik mee kreeg was gewoon, het is mooi. Maar meer dan ook niet. Dat effect heb je ook met een heleboel die wat meer betaalbaar zijn. Dus vind ik hem mooi? Ja, zeker. Ben ik blij dat ik hem heb? Ja, zeker. Maar vind ik hem echt de €30 waard? Dat niet per se. Maar hij is zeker wel gewoon heel erg mooi. Deze poeder van Bare Minerals. Ja, het is gewoon een fijne poeder. Hij blendt gewoon echt helemaal weg. Ik zou deze vooral aanraden als je een iets oudere huid hebt. Omdat hij dus zo dun ligt op de huid. Het is bijna alsof je geen poeder op hebt. Ik vind hem best wel fijn. De Messauda Concealer is ook echt amazing. Ik weet niet of ik hem echt per se zou aanraden om mee te contouren. Omdat het toch best wel snel opdroogt en zo. Maar gewoon als concealer is hij heel erg mooi. Volledige dekking. Een matte, natural finish. Niet uitdrogend of dikkig. Ik vind hem echt fantastisch. Lipsteen heel erg mooi. Ik ben benieuwd of hij er nog op zit aan het einde van de dag. Maar daar ga ik wel van uit. Want dat is meestal wel zo met lipsteens. Totaal niet patchy of vlekkerig. Alleen ja, de kleur is wel echt een beetje anders dan dat ik verwachtte. De Elf Body Blush. Ik denk dat dit vandaag het enige product is die ik echt gewoon niet aanraad. Ik vond hem echt vreselijk. Ik vind de verpakking niet fijn. Ik vind de formule niet fijn. Ook hoe die zo hier helemaal eraf aan het gaan is. Deze heeft echt een beetje mijn make-up verpest. Dus ik vind hem echt helemaal niks. Als je gewoon een goede cream blush zoekt. De cream blushes van Make-up Studio zijn echt gewoon de beste. Over Make-up Studio gesproken. Dit paletje van hun was heel erg mooi. Ik heb er echt een hele mooie look mee kunnen maken. Ik mis alleen nog echt een hele donkere
donkere kleur, dat vind ik wel een beetje jammer. Maar voor de rest is hij heel erg mooi. Maar ik moet zeggen dat ook dit weer een gevalletje is van ik vind hem niet de prijs waard. Ik zou nooit dat hoge bedrag betalen voor dit paletje. Want het is ook weer geen wow paletje. De glanzende kleuren zijn ook niet echt super glanzend of zo. Het is gewoon allemaal degelijk. Dat is het juiste woord. Degelijk. Dus vind ik hem mooi en ben ik blij dat ik hem heb? Ja, zeker. Maar vind ik hem de prijs waard? Dat niet. Dus deze twee producten zijn voor mij een beetje de same. Het zijn goede producten, alleen niet per se de hoge prijs waard. Deze mascara gewoon nou eventjes allemaal kopen. Echt amazing. Fantastisch. Mijn mini wimpers werden gewoon echt super, super lang. Het is echt een hele goede mascara. Dus ik raad hem zeker aan. Dit pigment vind ik ook echt wowie. Deze heeft wel echt dat wow effect. Die wow factor. Fantastisch. Super mooi. Het is een beetje zo groen paarsig. Dus ook een beetje zo'n apart kleur. Het lijkt gewoon alsof er nou daar twee kleuren zitten. Deze heeft de ooglook echt gewoon naar een ander level gebracht. Dus deze vind ik super mooi. Oh, hij viel bijna uit mijn hand. De bronzer vond ik ook heel erg mooi. Het is een hele mooie subtiele bronzer. Ideaal voor everyday. Deze vind ik heel erg mooi. De NYX Bright Maker Primer vind ik ook heel erg fijn. Hij geeft echt een hele mooie glow aan mijn gezicht. En deze foundation ook echt weer fantastisch. Ik vind hem even goed als die andere van hun. Super, super mooi. Ik ga hem wel weer de hele dag ophouden en kijken hoe hij erop zit aan het einde van de dag. Maar voor nu is hij echt super mooi. Hij heeft mijn huid heel mooi egaal gemaakt. Volledige dekking, daar hou ik van. Dus als je veel te bedekken hebt, is dit zeker de foundation voor jou. Maar we gaan kijken hoe het er aan het einde van de dag nog op zit. Maar voor nu ben ik dus echt tevreden met echt bijna alles. Het enige wat ik echt slecht vond was de e.l.f. blush. Voor de rest was eigenlijk alles wel gewoon mooi en oké. Dus ja, ik ben heel erg blij met hoe het vandaag is gegaan. Het is nu 11:15 in de ochtend. Dus ik kom weer vanavond bij jullie terug om te kijken hoe alles er nog op zit. Oké mensen, ik ben nu in de auto. Het is nu 3:15, dus een aantal uur verder. En dit is nou hoe mijn make-up er helemaal op zit. Alles zit op zich nog best wel goed. Ik heb mijn lippen 1 keer opnieuw bijgewerkt. Hoefde eigenlijk niet. Heb ik gewoon een beetje gedaan voor de extra. Maar voor de rest, alles zit gewoon nog helemaal prima. De foundation zit helemaal nog goed. Het zit echt gewoon nog alsof ik het gewoon net op heb gedaan of zo. Dus ja, tot nu toe ben ik echt wel tevreden. We zijn nog wel pas een aantal uur verder. Maar toch, ik wilde toch al wel een tussentijdse update geven. Maar voor nu zit alles gewoon nog helemaal goed. I love it. Daar ben ik weer. Het is nou 9:30. Ik laat het even zien op mijn horloge. Want ik film dit met mijn telefoon. En dit is nou hoe de make-up erop zit. De lipstain is er best wel wat van af. Ik heb hem helemaal niet bijgewerkt. Maar hij bleef echt best wel lang goed zitten. Dus ik ben er gewoon echt heel positief nog gewoon over. Als je hem gewoon 1 keer bijwerkt, dan was het al gewoon genoeg geweest. Voor de rest, de foundation zit echt geweldig. Op mijn neus is het er een beetje vanaf. Maar dat komt echt omdat ik verkouden ben. En ik echt de hele tijd mijn neus heb moeten snuiten. En echt helemaal zo over mijn neus heen ging en zo. Dus dat komt echt door mij. Maar voor de rest, de foundation zit echt super goed. Ik ben echt in shock. Hij kan het echt gewoon nog een aantal uren volhouden als dat zou moeten. Dus echt amazing die foundation. Ik vind hem echt zeker even goed als de andere. En misschien zelfs wel beter. Ik ben echt een beetje in shock. Voor de rest zit alles ook nog wel goed. De contour zit nog goed. De blush zit ook gewoon nog goed. Ook al vond ik die niet fijn. De glow zit er ook gewoon nog op. Die is helemaal niet bijgewerkt. Ik heb in principe echt helemaal niks bijgewerkt vandaag. De concealer is ook toppie. Heeft ook echt helemaal niks raars gedaan. Dus deze check-ups gaan altijd vooral om de foundation en de concealer en zo. En die zitten echt allebei nog super goed. Ik ben zo impressed. Het is zo impressive hoe het gewoon nog steeds goed zit. Maar echt gewoon bijna een volledige dag. Echt amazing. Dus ja, ik raad het echt zeker aan. I love it. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!